Ik zojuist zitten kijken naar de persconferentie. Wat vond u ervan? Nou, ik vind dat we natuurlijk met premier Rutte het ontzettend getroffen hebben als leider van deze crisis. Hij is in staat om zijn verhaal goed uit te leggen. Het is vooral ook een verhaal vanuit menselijkheid wat hij vertelt. Hij vertelt ook dat hij zelf worstelt met een duivels dilemma. En vervolgens zet hij natuurlijk wel alle punten goed op een rij. Waar we de komende tijd natuurlijk mee te maken krijgen. Dus ja, een goed verhaal, zeker, helder, duidelijk. Gelukkig weer met een gebarentolk. Vond de heer Van Dissel toch wel heel uitgebreid in zijn verhaal. Die wil erg veel uitleggen. Blijft ook iemand met een medische achtergrond die dan probeert tot de detail. Die raakte ik af en toe even kwijt. Maar de regels zijn wat dat betreft natuurlijk kristalhelder. Basisscholen weer open, middelbare scholen zich voorbereiden op 1 juni. Kinderen tot 12 jaar mogen in teamverband weer buiten spelen en trainen. 18 jaar op 1,5 meter. Geen evenementen, geen betaald voetbal. Dat is ook nog wel een behoorlijk drama, vind ik zelf. En ook de contactberoepen die zijn voorlopig omhoog gezet. En 20 mei is er een nieuw besluit. Wordt er weer een nieuw besluit genomen. Hoe nu verder? Dus ja, het zijn babystapjes die nu worden genomen. We zijn met een enorme schok in maart zijn we stilgezet. En je ziet nu dat het ook weer wordt gevolgd om dat heel stapje voor stapje weer te gaan invoeren. Wat betekent het voor Schiedam? Wat gaan we ervan merken van deze versoepelingen? Nou, zo interessant vond ik in ieder geval om te horen dat de gemeente een regierol krijgt om afspraken te maken met sportverenigingen, hoe ze dat allemaal gaan organiseren. Dus dat is natuurlijk zeker interessant. Ja, voor de mensen in de verpleeghuizen en in de zorginstellingen blijven de deuren gesloten. Dus daar zullen zich ook nog weer de komende tijd de nodige drama's zich gaan afspelen. Wat natuurlijk op zich prettig is om te horen dat die basisscholen voor een deel open gaan. Dat geldt overigens ook voor het speciaal onderwijs, waar we natuurlijk ook in Schiedam hier mee te maken hebben. Kinderopvang, laagschoolsopvang wordt opgestart. En dat zijn natuurlijk op zich de goede signalen, maar het is allemaal toch stapje voor stapje. We zijn hier voorlopig nog natuurlijk niet klaar mee. U heeft in uw werk veel online contact met scholen en bedrijven. Zijn onze Schiedamse scholen er klaar voor om half open te gaan? Ja, ik denk dat daar heel goed over wordt nagedacht natuurlijk. Mijn buren zitten zelf in het onderwijs en die hebben het er ook daar iedere keer over. En er worden natuurlijk landelijk natuurlijk heel veel richtlijnen uitgevaardigd. En wat werkt wel en niet. Er wordt al geëxperimenteerd in sommige scholen. Ik weet dat een school in Schijndel in Brabant al bezig is om te kijken met die 1,5 meter. Dus er zitten natuurlijk heel veel slimme mensen in het onderwijs en die hebben de afgelopen tijd daar goed over nagedacht. Want die willen natuurlijk zelf ook wat gezond maar blijven werken. En ja, er zijn richtlijnen en die moet je natuurlijk wel nakomen. Ja, wat ik me heel erg afvraag tot slot. U bent zelf crisismanager. Hoe is zo'n crisissituatie? Want die is natuurlijk ongekend. Dit heb je nog nooit meegemaakt. Dat ga je ook waarschijnlijk nooit meer meemaken. Hoe is dat nou voor u om daar middenin te zitten? Ja, het is mijn werk. En het is natuurlijk ontzettend fascinerend om te kijken wat daar natuurlijk allemaal aan ontwikkelingen zijn. We leren heel veel. Ik praat nu ook over een periode voor corona en na corona. Dus je kunt daar natuurlijk ontzettend veel van leren. Daar leren we ook veel van. We zien in de communicatiestrategie ook hele interessante dingen. Ik noem dat bijvoorbeeld de manier waarop vandaag dan al heel veel informatie toch naar buiten kwam. En ook al gisteravond. Dat is toch om het volk er toch een beetje op voorbereiden wat er gaat komen. Ik noem dat de ventieltechniek. Je laat alvast eventjes wat dingen los, zodat het allemaal niet als een complete verrassing komt. Dus ja, we zijn iets aan het doen. We zijn met bedrijven ook bezig, iets aan het organiseren, wat we nog nooit eerder hebben gedaan. Dus daar komt straks ook een heel belangrijk aspect in van, dat zei Rutte ook in de persconferentie, wat hebben we hier nou met elkaar allemaal van geleerd? En daar zitten heel veel lessons learned. Maar ik denk dat we het als Nederland en ook als Europa toch wel heel goed doen en dat we toch in staat zijn om deze vreselijke crisis, deze verschrikkelijke virus, toch te kantelen en ervoor te zorgen dat we terugkomen in de normale samenleving. Maar ik refereer even aan een viroloog van het Erasmus Medisch Centrum, die van de week al zei, we gaan hier de komende 1,5, 2 jaar nog wel verder mee te maken krijgen. Dus we zijn er voorlopig nog niet vanaf, daar ben ik van overtuigd.
werk genoeg. Zeker. Oké, Dick, tot zover bedankt.